Dit is de haven van de Zwarte Schaar en dit is de Organza, een passagiersboot uit Deventer van de firma Seljo. De koffie is klaar en wordt al geserveerd en iedereen is in een opperbeste stemming. Exact 10 uur gaan de trossen los en Doesburg TV is bij de eerste tocht over de IJssels. Een initiatief van de VVV Doesburg en Bronckhorst. Ja, we organiseren nu voor het eerst een boottocht over de IJssels. Ja, dat is, de IJssels? Juist, dat is het leuke verschil tussen IJssel en het oude IJssel. En ja. Dat hebben we een ommetje georganiseerd waarbij mensen dus opstappen hier in het Zwarte Schaar en dan naar Doesburg varen. In Doesburg kun je uitstappen en dat doe je ook in, kun je ook doen in Laag-Keppel of in Doetinchem. Dus je kunt zelf je eigen keuze maken en in elk uitstappen is wat te beleven. Zoals Doesburg op het ogenblik binnenstebuiten, maar andere zaken in Doesburg, bezoek van de oude stad. Ja, er is dus mogelijkheid om een rondwandeling te maken met een gids. Je kunt de toren beklimmen. Er zijn er andere arrangementen die via het VVV Doesburg dus te verkrijgen zijn. En waar mensen dan Doesburg kunnen genieten. Ja. Ja, ja. En in Keppel, wat is er in Keppel voor attracties ofwel bezienswaardigheden? Ja, er zijn twee dingen. Er is voor mensen die het willen, die kunnen dus een kasteelroute bewandelen. En die gaan dus ook naar de galeries toe. Er zijn een stuk of 5 die open zijn. Waar je dus kunst kunt bekijken, waar je een terrasje kunt pikken, waar je dus lekker kunt eten even onderweg. Dus dat is voor de volwassenen. En voor de kinderen staat er een huifkaart te wachten. En die rijden naar Camping Jena en daar hebben we een kaboutertocht georganiseerd. Okay, ja. En daar kunnen de kindertjes op zoek naar de schat van de kabouter. Ja. Ja. Hey, die boot die vaart in een paar weken in juli en augustus. Wat zijn de exacte data? Ja, alle woensdagen. En dat scheelt 5 op 1 volgende woensdagen kun je dus hier aan boord. En je kunt dan reserveren via de VVV's of via de grote campings. En alle informatie staat ook op de site van de VVV? Ja, alle informatie staat erop, dus je kunt je daar oriënteren en dan kun je kijken wat van jouw gading is. En dat is ook wel leuk aan deze tocht, je kunt eigen keuzes maken. Hoe zijn jullie gekomen tot dit initiatief? Ja, dat was eigenlijk een initiatief vanuit het toeristisch platform Drimtum van Keppel. Waar we zeiden van, we moeten die toerist iets bieden en dan hebben we een oude IJssel. En een IJssel die wel heel erg geschikt is als route. En die route betekent dus dat je die meer zou moeten gebruiken dan dat nu in het verleden geval was. En toen is dit initiatief naar voren gekomen. Het lijkt ons een heel goed initiatief. Hey, dit is het eerste jaar dat jullie het doen. Als het succesvol is, dan willen jullie dat ook andere jaren gaan prolongeren, veronderstel ik. Ja, zeker. Want we hebben heel veel belangstelling ook van ondernemers. Die zeggen van, nou, als dit doorgaat, dan willen we ook wel graag meedoen. Dus ja. De een wil fietsen op een plekje stallen waar we mensen... En de ander die wil met oude brommers de zaak wel even aanvullen. Zo lijkt toch bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Of ander een leuk scootertje. Ja. Dus we hebben wel mogelijkheden om dat uit te breiden. Zodat we echt voor dit gebied meer te bieden hebben dan dat we tot nu toe hadden. Nou, met zo'n weer is het natuurlijk een prachtig mooi tochtje. Hè? En we hopen dat het de komende weken ook zo weer wordt. Dank u wel, Henny. Graag gedaan.